Wanneer gaat PSV weer eens winnen? Dat is de vraag die bij de fanbase leeft. Na 6 wedstrijden niet gewonnen te hebben, wordt er voor PSV echt eens tijd voor 3 punten. Toch kijkt trainer Mark van Bommel positief naar de aankomende wedstrijd tegen Heerenveen. Kijk, je moet teleurgesteld zijn. Je moet jezelf afvragen, wat hebben we goed gedaan? Dat gaan we bespreken. En dan moet je ook weer naar de volgende wedstrijd toe. Want je kan niet in de teleurstelling zitten van de afgelopen wedstrijd, omdat je anders teleurgesteld gaat in de volgende wedstrijd. En natuurlijk is het zo, als je een paar wedstrijden achter elkaar verliest, dan is de teleurstelling groter dan dat je 1 keer verliest. De afgelopen weken moest PSV het doen zonder Donjel Malen en Steven Bergwijn. De twee aanvallers zijn dit seizoen erg belangrijk. Hun terugkeer op het veld zal dan ook voor veel opluchting zorgen bij de PSV-aanhang. Bergwijn en Malen, zijn die volledig klaar voor de start? Ja, die zijn helemaal fit. PSV speelt zondag in het Philipsstadion tegen SC Heerenveen, die momenteel 8e staat op de ranglijst.